Na anderhalf jaar oorlog in Oekraïne is er nog altijd geen grote doorbraak bereikt. Hoe kan dat? En is er een weg uit de impasse door Zelensky en Poetin toch aan de onderhandelingstafel te krijgen? En hoe wordt dit alles door aanstaande verkiezingen in diverse EU-landen, Europa en de Verenigde Staten beïnvloed? Al deze zaken ga ik bespreken deze week met een prachtige line-up. 5 kopstukken in BNR's Big Five van het moeizame tegenoffensief. En vandaag begin ik met een hele bijzondere gast. Niemand minder dan Kasia Ollongren, demissionair minister van Defensie. Welkom. Goedemorgen, dankjewel. Fijn dat u er bent. We gaan natuurlijk straks uitgebreid spreken over de actuele stand van de zaken van de oorlog. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik 2 dingen vragen. En het eerste is, waar put u nou hoop uit na anderhalf jaar oorlog? Want het was op 24 augustus precies anderhalf jaar. Waar put u hoop uit? BNR Beurs, elke werkdag beursnieuws over wankelende banken. De lijst van schandalen, dat krijg je niet op een nieuwe wc-rol, zo lang is het. Met de vooruitziende blik van een analist. BNR Beurs, speciaal voor de slimme belegger. Nou, ik put hoop uit eigenlijk uit de mensen in Oekraïne. Ik was daar die 2 dagen voor de onafhankelijkheidsdag vorige week. En ze zijn zo overtuigd dat ze willen doorvechten, dat ze die oorlog willen winnen, of beter gezegd, dat ze Poetin en de Russen niet willen laten winnen. Dus opstaan tegen agressie en dat volhouden, dat zit echt door die hele samenleving heen, die overtuiging. En daar mogen we ook wel hoop uit putten, denk ik. En het tweede om hoop uit te putten is natuurlijk dat Nederland, maar gelukkig ook heel veel andere landen, hebben gezegd, wij gaan door met steun aan Oekraïne, militaire steun, trainingen, alles wat nodig is, want zonder die steun kunnen ze het niet volhouden. Maar ik zie ook daar nog steeds, dat alle landen gewoon volhouden. En dus met andere woorden, achter Oekraïne blijven staan. Ja. En is er dan 1 voorbeeld, 1 gebeurtenis waarvan u zegt, ja, dit is die hoop die ik daar heb gezien, ook tijdens dat bezoek, waarvan u zegt, dat is gewoon heel bijzonder. Nou, ik heb heel veel mooie momenten daar meegemaakt. 1 bijzonder moment was dat ik op bezoek was bij de militaire academie. Ja. Daar worden de officieren opgeleid. Dus dat zijn allemaal jonge mannen en vrouwen. En er was eentje die ging staan en die zei, ik wil u bedanken. Ik dacht, ja, waarom zou die mij willen bedanken? Toen zei hij, ik ben vorig jaar opgeleid door Nederlandse militairen. Die hebben mij alles geleerd, zeg maar, militaire basisvaardigheden. En die hebben mij gemotiveerd om door te gaan. Hij wordt nu officier, hij kan niet wachten om zich in te zetten voor het Oekraïense leger. En dat geeft ook een beetje de verbinding aan die we hebben met de mensen in Oekraïne. Mm-hmm. Zo voelen zij dat, maar zo voelen wij dat, denk ik, ook. Onze instructeurs zijn ook trots op dat ze die bijdrage kunnen leveren. Want het is weliswaar vechten wij deze oorlog niet, maar het voelt toch ook als onze oorlog. En het is het, denk ik, in zekere zin ook. Want het gaat ook over vrijheid, over democratie, over onze Europese waarden. Nou, dat maakt u een belangrijk punt. En daarom maken wij deze weken ook. Want natuurlijk hebben wij als zender de hele zomer door bericht natuurlijk over de oorlog. Maar je merkt toch een beetje onder ons allen, we zijn allemaal op vakantie geweest. Ik had zelf ook, nou ja, een beetje gek gevoel van, je bent vakantie aan het vieren, terwijl gewoon daar nog steeds een oorlog plaatsvindt. Is het toch een beetje op de achtergrond gekomen voor ons allemaal? Nou, dat gebeurt, denk ik, automatisch. Hè? Ja. Want we raken eraan gewend. Exact. In het begin is er een soort schokeffect. Maar naarmate het langer duurt, en wij denken nu dat het anderhalf jaar duurt, gek genoeg duurt het natuurlijk eigenlijk al 9 jaar. Zeker. Al sinds de invasie van de Krim. Ja. Of de annexatie, zou je moeten zeggen. Maar sinds ook die oorlog die daar in de Donbass woedt. Voor de Oekraïners voelt het alsof de oorlog 9 jaar duurt. En voor ons anderhalf jaar. Dus dat wendt. Mm-hmm. En daarom moeten we onszelf er af en toe aan herinneren dat we er niet aan moeten wennen. Dat een oorlog op deze schaal in Europa, dat eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog niet is voorgekomen. En dat dit type agressie, dat ook ons bedreigt. Hè? Want stel dat Poetin wel zijn zin had gekregen en in een paar dagen Oekraïne had overgenomen. En dan wie was dan de volgende geweest? Mm-hmm. Vermoedelijk Georgië, Moldavië. Ja. Maar daarna ben je al heel gauw bij de NAVO-grens. En in dat narratief van Poetin, hè, waarin eigenlijk het oude Sovjetrijk of het Tsaristisch Rijk wil herstellen. Ja, daar hebben de Baltische Staten ook geen bestaansrecht. Dus het is belangrijk om voor die vrijheid te blijven vechten. Precies. En nou ja, hopelijk dat we tot een doorbraak kunnen komen. Dat gaan we straks ook bespreken. Maar u zei al, u bent er geweest. Ja. En u heeft ook de minister van Defensie daar natuurlijk weer gesproken. Wat voor indruk maakt die man op u? Want die man heeft ook anderhalf jaar oorlogen op zitten. Hè? Dat is natuurlijk. Maar dat geldt voor hem. Ja. Dat geldt voor president Zelensky. Ja. Hij was in Nederland. Ik heb hem daar in Kiev ook weer
gezien. Dat geldt voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat geldt eigenlijk voor iedereen. Dat zijn tal van andere mensen die we niet kennen. Maar die zich iedere dag inzetten voor hun land. Ja. Op allerlei manieren. Zijn de militairen veranderd? Zelf. Dus ze zijn vastberaden. Ik vind het ongelooflijk knap hoe ze zo'n focus kunnen houden. Inderdaad, ik heb het ook gevraagd. Hè, want wij zijn ook allemaal even eruit geweest. Ik vraag, hebben jullie misschien een weekend? Heb je even op adem kunnen komen? En het antwoord was nee. En dat al 1,5 jaar. Dat is toch echt knap. Maar dat geeft ook aan hoe ongelooflijk gemotiveerd ze zijn. Ja. Ze zullen niet loslaten. Daar ben ik echt van overtuigd. En dan kijken jullie elkaar ook in de ogen. Hè? Je krijgt dan echt goede gesprekken. Wat is nou iets waarvan u zegt van dat vind ik heel bijzonder wat hij met mij gedeeld heeft en wat mij ook een nieuw licht geeft op wat er daar gebeurt? Ik kan natuurlijk niet alles hier op de radio zeggen, maar dat begrijpt u wel. Maar ik denk toch het vertrouwen inderdaad dat er is. Hè. Je bouwt een persoonlijke relatie op met elkaar. Je hebt bij wijze van spreken aan een half woord genoeg. En als wij elkaar daar ontmoeten en inderdaad ook vertrouwelijke overleggen hebben, dan merk je ook hoezeer we een belangrijke bondgenoot voor hen zijn. Hoezeer ze ook bereid zijn om ons te vertellen wat ze nodig hebben, waarom ze het nodig hebben. Wat ze precies aan het doen zijn. En nogmaals, daar kan ik hier natuurlijk niks over zeggen. Mm-hmm. Maar die vertrouwelijkheid is denk ik heel erg belangrijk. En uiteindelijk denk ik dat Nederland, dat hebben mensen daar ook wel gezegd. En die hebben gezegd, Nederland heeft ons echt verrast, in positieve zin. Omdat ze zich nog herinneren dat we hier een keer een referendum hebben gehad over het associatieverdrag van Oekraïne met de Europese Unie. Daar was Nederland toen tegen. Dus ze hadden niet per se het gevoel dat wij nou zo pro-Oekraïne zouden zijn. Maar dat zijn we wel. En dat komt door allerlei dingen. Dat komt denk ik ook door MH17 en hoe we toen hebben samengewerkt. En het komt ook door dat wij zien dat een land dat wordt aangevallen, dat wordt bezet, dat triggert bij ons denk ik ook iets wat ook heel diep hier in onze genen zit. Bezetting, Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Dus ik denk dat wij, en ook denk ik toch een land dat we zijn wat staat voor internationaal recht, voor democratie en vrijheid. Dus we voelen ons juist heel erg verbonden met Oekraïne. En dat heb ik daar erg geproefd in die gesprekken. Natuurlijk worden ook zorgen met elkaar besproken. En ik begrijp dat u niet alles met ons kunt delen wat u daar natuurlijk bespreekt. Maar u krijgt natuurlijk ook allerlei analyses. En ook die besprekingen daar. Hoe analyseert u waar we nu staan in deze oorlog? Nou, vanuit mijn perspectief nu denk ik dat we ons moeten realiseren dat deze oorlog nog wel eens lang zou kunnen gaan duren. Dit is iets van de lange adem. Hè. Vorig jaar, in de herfst, toen was er een offensief van de Oekraïners en dat ging eigenlijk razendsnel. Enorme stukken land werden weer terug veroverd. Maar zoals de situatie nu is, is het heel anders. Hè. De Russen hebben zich letterlijk ingegraven in die delen van Oekraïne die ze hebben geannexeerd. Ze hebben enorme hoeveelheid mijnen daar neergelegd. Antitankmijnen, gewoon kleine mijnen, personele mijnen. Dus dat is heel moeilijk om daar doorheen te breken. Dus daarom gaat het langzaam. En daarom denk ik dat het lang kan gaan duren. En de tweede reden dat ik denk dat het lang gaat duren is dat ik denk dat Poetin ook niet van zins is om toe te geven dat het een totale mislukking is, deze oorlog. Dus zo lang mogelijk dit volhouden, dat zit denk ik een beetje in hun doctrine. Mm-hmm. En we moeten ons ook realiseren, dit is natuurlijk niet een land zoals Nederland of Europese landen, andere Europese landen. Het is natuurlijk gewoon een autocratisch land. En het is de vraag wanneer iets mislukt. Want ik hoor ook de strategie dat hij probeert zo lang mogelijk aan te blijven totdat Trump straks in het Witte Huis zit. In deze oorlog. Dat kan een calculatie zijn natuurlijk aan zijn kant. Maar eerlijk gezegd, ik denk dat het daar zo werkt. Hij is een autocratisch leider. Hij is al heel erg lang aan de macht. Ik vermoed dat hij niet veel mensen om zich heen heeft die hem nog zeg maar meer onafhankelijk of kritisch adviseren of überhaupt vertellen hoe die situatie daar is aan het front. Een mensenleven doet er niet toe. Dus we kunnen eindeloos eigenlijk aanvullen met weer nieuwe militairen, nieuw kanonnenvlees. Het is allemaal heel verdrietig eigenlijk als je er op die manier over nadenkt. Ja, want we begonnen het gesprek met hoop. En als ik dit dan zo hoor, dan zie ik de hoop eigenlijk niet. Nou ja, de hoop zit erin volgens mij dat Oekraïne niet opgeeft. Mm-hmm. En ook het geduld heeft. En ook het vernuft heeft. Hè, zich steeds vernieuwt. Als iets niet werkt, proberen ze weer andere dingen te bedenken. Dat doen ze echt ongelooflijk goed. Maar dat ze wel dat doen tegen een hele taaie, hardnekkige tegenstander. Die inderdaad, waar mensenlevens niks kosten. Die natuurlijk eigenlijk
eigenlijk een oneindige voorraad hebben van zowel mensen als middelen. Want het is tenslotte een ontzettend groot land. Dus daarom denk ik dat we ons voor moeten bereiden dat het lang duurt. En dat willen de Oekraïners natuurlijk niet. Die willen natuurlijk dit zo snel mogelijk achter zich kunnen laten en hun land weer opbouwen. Maar realistisch is om toch er rekening mee te houden dat het echt lang kan gaan duren. Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.